Goedenavond, welkom bij weer een uitzending van TVW Sport. En dat zou er wel eens eentje kunnen worden, waarin we twee kampioenschappen gaan vieren. Als Katwijk namelijk in de tweede divisie wint bij Maassluis, dan gaat de schaal naar de Krom. FC Lisse kan de titel pakken in de derde divisie zaterdag. Zelf winnen van Goes en dan hopen op foutjes van de concurrentie. En in de derde divisie zondag hangen de donkere degradatiewolken boven Westlandia. Ze spelen thuis tegen Jos Watergraafsmeer. In Katwijk, en dan zeker in Katwijk-Noord, ging het de afgelopen dagen eigenlijk maar over één ding. De kampioenswedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Dankzij de verrassende nederlaag vorige week van de directe concurrent Koninklijke HFC tegen Kozakkenboys liggen de Katwijkers op pole position voor de schaal. Als Katwijk wint, dan zijn ze niet meer in te halen en is de titel voor de ploeg van Anthony Correa. Ja, en in alle andere scenario's zijn de Katwijkers weer afhankelijk van wat de huidige nummer 2 Hardenberg doet en ook wat Koninklijke HFC doet en ook nog eens Jong Sparta. Veel opdrachten dus, maar eentje die staat als een paal boven water. Winnen van Excelsior Maassluis. Willem van Zuilen, die is erbij voor ons. Het is een oranje invasie aan de Lavendelstraat in Maassluis. En optimisme viert hoogtij. Zij hebben er vertrouwen in. Op de Krom zijn 1318 kaarten verkocht voor deze wedstrijd. Leder! Goed gevoel? Ja. 1-4. 1-4. Dat is genoeg, hè? Ja, prima. Want Weerke hoeft het niet te leggen. En als de jongens er een partij inschoppen, is het prima, toch? En daar zijn de spelers. Mannen, deze zou ik controleren, hoor. Deze controleren. Heb je het gedaan? Marciano Mengering. Nou, dit is een invasie. Dit is mooi. De 12e man is mee. Het was een gedoe om genoeg bussen bij elkaar te krijgen, maar ze zijn er toch. Ruim 1300 Katwijkers om deze ploeg aan te moedigen. Zonder Robert Suzan. Die topt met een blessure. En kijk eens wat een sfeer. Dijkpolder kleurt oranje. Kosten nog moeite zijn gespaard. En dan de wedstrijd. Ja, zelf winnen hoef je helemaal niet naar anderen te kijken. Dat is natuurlijk het verhaal. Maar Sluis heeft nog een puntje nodig om helemaal veilig te kunnen spelen. Daar gaat Van Meel, Kilian Van Meel. Vroeg in de wedstrijd. Van Meel met een schot en Van Leeuwen. De parade van de doelman van Excelsior Maassluis. Die overigens na de zomerstop naar Katwijk gaat. Van Meel weer. Het is vooralsnog één richtingsverkeer op Dijkpolder. Kilian Van Meel. Laatste week erg belangrijk voor Katwijk. Van Leeuwen maar half. Vleriks met de controle. Althans, zo lijkt het. Ah, mooi. Mooi gevoetbald. En weer Van Leeuwen. Excelsior dan. Met de aanvalspoging, overtreding, vrije trap. Oh. De vrije trap voor de tricolors. En Urbanus is een specialist. Bam! Oh! Wat een doelpunt is dit, zeg. Gabri Urbanus. Teleurstelling van Katwijk, maar wat een schitterend genomen vrije trap. Hier is geen kruid tegen gewassen. 1-0 voor Maassluis. Dus moet Katwijk twee keer scoren om zeker te zijn van de titel vandaag. Komen gaat hij er wel. Van Meel. Van Meel niet op scherp het vizier. Dompertje, hoor. Van Leeuwen weer. Laat zien aan deze supporters dat ze volgend seizoen weer een goede keeper hebben. Van Meel. Vrije trap. Kopstoot. En die gaat ernaast. Zo blijft het 1-0 voor Maassluis. En is het één richtingsverkeer richting de goal van Maassluis. Barry de Vrede, assistent bij Excelsior. Heeft hij ook gevoetbald? Oh, dit is een cadeautje, die moet je uitpakken, Wijstra.
Het lijkt zo'n dag te zijn dat het allemaal niet mee zit. En dan komt die titel misschien volgende week pas. Of midweek tegen IJsselmeervogels. Want de marge is groot. Maar nu dan misschien Van Meel. Nee, die komt er niet aan. Jongen. Ja, kampioenswedstrijden zijn meestal niet de allerbeste wedstrijden. Tweede helft. Als mijn sluis kan counteren. Ja, Katwijk staat heel aanvallend. Dus ligt er ruimte. Heel veel ruimte. Derks. Van Delft. En Krul. Dave van Delft. Een poging vanaf de zijkant. Julian van Meel weer. Voorzet laag. En weer de keeper. El Azouti probeerde het. En weer is het Van Leeuwen. Die de bal simpel op kan pakken. Katwijk, het zet hoog druk. Het doet er alles aan. Om het tijd te keren. Om die goal te maken. In elk geval één. Mengering, de invaller. Mengering op Van Leeuwen. Katwijk wisselt heel aanvallend. Ja, zij zijn wat bak. En ik snap dat wel. Dat is een boom. Mengering zoekt de combinatie met El Azouti. Het strand in schoonheid. De druk blijft. Van der Meer. El Azouti. Ja, het is op de deur kloppen. Maar de deur gaat niet open. Is het dan zo middag? Inmiddels weten we dat een gelijkspel voldoende is voor de titel. Weer Van Leeuwen. Jongen, wat een redding. Wat staat die jongen goed te keepen. Tegen zijn nieuwe club. Christina, ook ingevallen. Goeie bal. Mengering gaat er nog voor. Die heeft hem. Was Wijstra weer. En voorlangs. Ja, dan moet iemand tegenaan lopen eigenlijk, hè. Dan is de goal daar en zal de titel een feit zijn. Ja, kijk maar hoe het ergens anders staat. Als Katwijk niet gelijk speelt, wordt het afhankelijk van de treffers tegen Jong Sparta. Dan mag Jong Sparta die niet winnen om de titel vandaag op te halen. Maar die wedstrijd begint pas om 6 uur. Of wordt het nog erger voor Katwijk? Nee. Goeie redding. Inzet van Omar Kouali. Ja, Katwijk geeft ruimtes weg. Dat kan niet anders. En dan is het afgelopen. En kan dat wachten beginnen. De teleurstelling is er. Maar nog geen man overboord natuurlijk. Wachten op de treffers tegen Jong Sparta. Kampioen worden we wel, maar je hebt vandaag, je ziet het met de supporters, mooie sfeeracties. Dadelijk Katwijk hebben ze van alles geregeld en dan moet je weer gaan wachten op dinsdag. Misschien dadelijk nog, maar zo wil je eigenlijk liever geen kampioen worden. Ja, je wilt eigenlijk net zoals nu met een happening, 2000 Katwijkers langs de lijn, oranje invasie. Ja, dan wil je kampioen worden en wat mij betreft niet vanavond om 7:15 in de bus of in de kantine. Ja, het scenario werd al even aangehaald. Er is namelijk nog een achterdeur. HAC Hardenberg verliest, net als Koninklijke HFC. En dan is het wachten op nog één uitslag. De treffers tegen Jong Sparta. Die wedstrijd begint om 6 uur op zaterdagavond. Als Sparta gelijk speelt of verliest, dan is Katwijk kampioen. En Katwijk wordt kampioen! Na de domper in Maassluis is er toch een soort van feeststemming op de parkeerplaats bij De Krom. Het kan namelijk nog. Jong Sparta speelt tegen de treffers. Het staat daar gelijk en dat zou genoeg zijn voor Katwijk. En dus gaat het dak er al vrij snel vanaf. En naar rechts gaat hij springen. Ondertussen in Groesbeek. Jong Sparta komt op achterstand. Nog een klein kwartier te gaan in Groesbeek, mensen. Het staat 2-1 voor de treffers. De schaal komt steeds dichterbij. Maar we moeten nog heel even geduld hebben. Maar ik heb een eindstand te melden. De treffers tegen Jong Sparta. Afgelopen. 2-1. Katwijk is kampioen. De sof in Maassluis is vergeten. Katwijk is in de zevende hemel. Je zei vanmiddag,
Laten we het maar vanavond maar niet gebeuren. Ja. Maar nu sta je hier. En dan zie je al die mensenmassa's, hè? En dan is het toch even anders, hè? Wat een feest, man. Op een gegeven ogenblik ga je voelen, hè? We kregen die bus door 1-0. Weer heel snel 1-1. En dan blijft het 1-1, 1-1. En dan valt die 2-1 en dan gaat hier het dak eraf. En moet je nou eens kijken wat een mensenmassa hier staat, man. Het is echt, echt bizar. Weet je, jammer dat je zo'n potje dan verliest. Maar als je dan kijkt hoe iedereen hier blijft hangen en hoe iedereen meeleeft met die wedstrijd. En is wel zinnig. Echt wel zinnig. Genieten. Genieten. Genieten met een hoofdletter G. Echt waar, Willem. Hebben we een gemeentehuis nodig? Nee, ja, het zou natuurlijk super mooi zijn. Maar als je kijkt wat ze hier hebben nu opgetuigd en iedereen is blijven hangen. En het is één groot feest gewoon. Het is bizar. Kijk, ik ben gewoon super blij dat het is gelukt. Dat de treffers een beetje hebben meegewerkt. En het is prima zo. Laat die dinsdag maar zitten. Gaan we gewoon spelen voor 3 punten. Maar dit kampioenschap kan niemand ons meer afnemen. De schaal is voor Katwijk. 3 wedstrijden voor het einde zijn zij de allerbeste in de tweede divisie. Ja, Scheveningen is de nummer 12 van de ranglijst. Zou echt alleen in theorie nog in gevaar kunnen komen. En de tegenstander dit weekend voor Scheveningen is HHC Hardenberg. Dat voorafgaand aan deze speelronde nog een theoretische kans had op het kampioenschap. De ploeg uit Hardenberg weet dat ze moeten winnen om nog een soort aanspraak te kunnen maken op de titel. Voor Scheveningen zijn die 3 punten ook zo belangrijk. Maar ze komen zo snel op achterstand. 4 minuten zijn er gespeeld op Houtrust. En Rob van der Leij brengt Hardenberg op een 1-0 voorsprong. Kan rustig aannemen en de hoek uitkiezen. Scheveningen, een overwinning, dan zijn ze echt veilig. Ze kennen natuurlijk al een prachtig seizoen. Die ploeg van John Blok. De Niet. De man die zorgt voor de doelpunten aan de kant van Scheveningen. Aldergan, De Niet. Ja, het is een fraaie. Het is een hele fraaie van Mike De Niet. Nou, hij is niet echt heel erg uitgelaten. Dus het zal wellicht niet helemaal zo bedoeld zijn. De uitvoering is fraai. En de stand is gelijk. Hardenberg. Met de mogelijkheid. Van der Maten red op de inzet van Klok. Scheveningen, het is zo'n ploeg waar je zo lastig van wint. Goede doelpoging van Jones. Gaat naast de goal. Aldogan. Het collectief van Scheveningen, ja, je wint er niet makkelijk van. Absoluut niet. Mehmet Aldogan. Goeie actie. Maar Borgman kan redden. Tweede helft. Peters. Nou, het scheelt niet veel. Tim Peters. Belangrijk ook voor Scheveningen. Geldt trouwens ook voor Lex Immers. Die deze paas geeft op Mike De Niet. Dit is fraai. Oh, wat is dit mooi. Ja, de gedachten gaan terug. Naar een warme zaterdagmiddag in Marseille, 1998. Nederland-Argentinië, Dennis Bergkamp, buitenkantje. Ja, het is een hele mooie van Mike De Niet. 10 minuten nog te spelen en de voorsprong voor Scheveningen. Kan Hardenberg nog wat terug doen? Ja, dit is een afzwaaier. En dus wint Scheveningen deze wedstrijd. Althans, daar heeft het alle schijn van. Mannes treft geen doel. De scheidsrechter fluit af. Knappe overwinning van Scheveningen. Ze zijn definitief veilig. Scheveningen is nu echt helemaal veilig. En dat geldt nog niet voor de tegenstander van Rijnsburgse Boys. Dat is Kozakken Boys. De ploeg uit Werkendam staat op een PD-plaats. Maar ja, zover willen ze het natuurlijk niet laten komen. Voor Rijnsburg, ja, er staat eigenlijk weinig op het spel. Hier zijn de beelden van Rijnsburgse Boys tegen Kozakken Boys.
Rijnsburgs boys tegen Kozakken boys. Ja, voor de Rijnsburgers. Wat staat er op het spel? Niet zo heel erg veel eigenlijk. Zo hoog mogelijk eindigen. Voor Kozakken boys zijn de 3 punten heel hard nodig. Nog altijd niet veilig. Richting een PD-plek staan ze nu. Jongeneden. Met zijn schot op het doel van Kozakken boys. Komen. Jongeneden. Oh, levert zomaar in. Bij Hutten. En daar is de voorsprong voor de ploeg uit Werkendam. Lars Hutten. Ja, het begint allemaal met het matig uitverdedigen van Bert Komen. Het balverlies dan van Jongeneden. En Hutten. En die bal die wordt nog een beetje gekraakt door Bram de Bruin. Daar is hij weer, Hutten. Goed verdedigend werk. Andermaal van de Bruin. Voorkomt een grotere achterstand voor Rijnsburgse boys. Ja, je merkt aan alles dat Kozakken boys gretiger is. Meer drang heeft naar de goal van Rijnsburgse boys. Zij hebben de punten natuurlijk het allerhardst nodig. Tweede helft. Met weer de ploeg uit Werkendam in de aanval. Oeh. Half over de bal gemaaid in eerste instantie. En dan Stout. Die hem niet tussen de palen krijgt. Wisman. Ja, zal niet tevreden zijn. Extra tijd. Nog één keer die peer naar voren. Doorkoppen, Hudepol, zelfde rust, nee. Assante, ja. Ja, het is pijnlijk. Voor Kozakken boys. Dat zo lang op voorsprong heeft gestaan in deze wedstrijd. En dan in de extra tijd krijgen ze hem nog onder oren. Zelfde rust en Assante. Het is 1-1 en het is afgelopen. Een puntje voor Kozakken boys. Dat is misschien niet genoeg. Een andere degradatiekandidaat in de tweede divisie is GVVV uit Veenendaal. Ja, en voor hen geldt ook zij hebben nog wat punten nodig. Die willen ze dan het liefst gaan incasseren op Nieuw-Zuid bij Quick Boys. En Quick Boys, ze hebben niks meer te winnen of te verliezen. Hier zijn de beelden. Het thuispubliek op Nieuw-Zuid snakt naar een overwinning. Want Quick Boys heeft 5 wedstrijden achter elkaar verloren. El Kachati met de eerste aanvallende impulsen. Hij stuit op Doeman van Willigen van GVVV. Maatsen. Van Willigen met de handen. En dat is buiten het 16 meter gebied. Dus Hens en dus een rode kaart. Want hij voorkomt een scoringskans van Derren Maatsen. 14 minuten gespeeld. Hij moet eraf van Willigen. Dat betekent dat El Idrissi als veldspeler er ook af moet. Zodat Jansen het doel kan verdedigen bij deze vrije trap van Tommy Bekooi. En Jansen komt met de schrik vrij. Mogelijkheid voor GVVV. Jordi Bitter. Ja, die ploeg uit Veenendaal die heeft de punten nog zo hard nodig. Voorlaatste staan ze. Dat zou nu betekenen directe degradatie. Maar goed, ze zijn ook bezig met een aardige serie. Met 3 overwinningen op rij. Van Kleef namens Quick Boys met de openingsgoal. 42 minuten gespeeld, daar is hij eindelijk. Lorenzo van Kleef. Hij kwam aanwaaien. En vertrekt ook weer aan het einde van het seizoen. Gaat zijn geluk beproeven in Rotterdam bij Jong Sparta. Hij hunkert toch altijd nog naar een betaald voetbalavontuur. El Kachati. Nou, het gaat hard. 2-0. 2 minuten na de openingsgoal van Van Kleef is het publiekslieveling El Kachati. Ook zo'n jongen die zomaar opeens eigenlijk een beetje kwam aanwaaien bij Quick Boys. Hij blijft wel een seizoen. Is een van de helden van het publiek van Quick Boys. Tweede helft met de aanval van GVVV. Joshua Patrick stuit op Paul van der Helm. Mogelijkheid voor de invaller aan de kant van Quick Boys, Ricky van Haren. Ja, dit zijn mogelijkheden, die moet je afmaken. Dit moet een doelpunt zijn. Van Haren stuit op invallen doelman Jansen. GVVV met de moed der wanhoop. Verdedigend werk en bijzonder nuttig van Lorenzo van Kleef. Voorkomt daarmee een zeker doelpunt van GVVV.
De wedstrijd is gespeeld. Quick Boys gaat winnen. Nou, misschien nog een mogelijkheid om die score een nog mooier aanzien te geven. Duurt allemaal wat lang. Beetje rommelig. Rechts staat Van Haren vrij. Is gezien. Ricky Van Haren nu wel? Nee. Stuit op Jansen. Bakooi in de rebound. Schot geblokt. Het blijft 2-0. De overwinning voor Quick Boys. Eindelijk weer, zou je zeggen. Noordwijk gaat op bezoek bij IJsselmeervogels. Noordwijk natuurlijk bezig met een uitstekend seizoen. De ploeg van Kees Zethoff staat op plaats nummer 7. En dat is absoluut knap. De vogels uit Spakenburg die zijn nog niet helemaal zeker van lijstbehoud. Ze moeten nog even aan de bak. Noordwijk is geen geliefde tegenstander van IJsselmeervogels. De ploeg uit Bunschoten-Spakenburg, ze weten eigenlijk bijna nooit te winnen. Noordwijk in de openingsfase met Van Oosten. De bewegingen zijn goed. Rossanali. Schaap, Van Staveren. Is die over de lijn? Ja, Van Staveren zegt ja. Wijst naar de grensrechter, vraagt zich af waarom wordt dit doelpunt niet toegekend. Maar is die bal dan echt over de lijn geweest? Ja, daar moet je extra camera's voor hebben, dan pas kan je het goed zien. De scheidsrechter beslist, geen doelpunt. Van der Meijrakker treuzelt. Het schot dan van Rosheuvel. In een openingsfase die aardig is. IJsselmeervogels. Ja, voor het lekkere hebben ze nog wat puntjes nodig. En Noordwijk is natuurlijk gewoon bezig met een heerlijk seizoen. Van Oosten. Goeie actie. Noodremmetje, vrije trap. De overtreding van Herings. Praat nog wat met Wendt. Vrije trap voor Noordwijk. Rossanali gaat trappen. Rossanali zoeken naar het hoofd van Wendt. Binnenkant paal. Lekker goal. 15 minuten gespeeld. 1-0 de voorsprong voor Noordwijk. Lekker aangesneden. En kijk eens naar de vrijheid die Emiel Wendt heeft. Ja, dat hij kan koppen, dat zal toch ook geen verrassing zijn voor de verdedigers van IJsselmeervogels. Van der Meijrakker probeert het. Maar kan Jansen niet verrassen. Volgend seizoen. Spelen bij Quick Boys, die Danny van der Meijrakker. Daar is hij weer. Dit doet hij knap. Oh, de redding is ook fantastisch hoor. Van Lars Jansen. Ja, het is niet zijn eerste katachtige redding van het seizoen. Van die doelman van Noordwijk. Die lastig te kloppen is. Daar is hij weer in de tweede helft. Ja, het is wachten op een foutje. Sanchez Angulo. En het is gelijk. Je voelt het aankomen. Het rondspelen achterin en het druk zetten van IJsselmeervogels wordt dan uiteindelijk beloond. Sanchez Angulo, hij is de topscorer van IJsselmeervogels. Volgend seizoen te bewonderen op Houtrust in de kleuren van Scheveningen. 1-1. Boudouni. Erin gekomen in de tweede helft. Heeft een aardige actie. Dit wordt gevaarlijk. Ja, als je die bal laat lopen, Ibrahim, dan komt hij zomaar voor de voeten van Sanchez Angulo. Het blijft 1-1. Wendt. Wendt loert. Maar hij kan net dat been er niet tegen krijgen. Het is een open wedstrijd met twee ploegen die voor de overwinning gaan. Wat gebeurt daar? De overtreding. Ze staan hoofd tegen hoofd ook. Mike van der Laar. En Reinaars. En de rode kaart. Ja, dat is duidelijk. Het is natrappen. IJsselmeervogels verder met 10. En Noordwijk met 11. Wendt. Wendt. Doet hij het? Ja, hij doet het. Hij scoort met zijn hoofd. Hij scoort met zijn voeten. Het maakt allemaal niet uit. 4 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd is er weer de voorsprong voor Noordwijk. Tegen de 10 dus van de IJsselmeervogels. Wendt blijft koeltjes. En gaat Noordwijk weer punten pakken. De volle 3 punten tegen IJsselmeervogels. Reinaars. Oh, oh, oh. Ja, dit is een gele kaart. En dat is zijn tweede. Bradley Martis, hij moet eraf.
En de zorgen natuurlijk bij Reinaars. Kijk eens. Totaal niet nodig. Zo op het einde van de wedstrijd. Het had al allemaal geen nut meer. Noordwijk wint met 2-1. De bovenste wedstrijden hebben we gezien. Dan ASWH tegen AFC 3-3. En dat na een 3-0 achterstand voor ASWH. Koninklijke HFC verliest met 3-2 van Spakenburg. De treffers Jong Sparta. We kennen de uitslag 2-1. En TEC tegen Jong FC Volendam 2-0. Katwijk dus kampioen in de tweede divisie. 65 punten uit 31 wedstrijden niet meer in te halen door Hardenberg en Koninklijke HFC. Rijsburgse Boys is de nummer 5 van dit moment met 52 punten. Noordwijk kort daarachter met 48. Scheveningen knap nog in het linkerrijtje, 45 uit 31. Quick Boys staat op plaats nummer 10. Onderin kijken we toch met enige zorg naar ASWH en GVVV. FC Lisse is op weg naar het kampioenschap in de derde divisie zaterdag. De Lissenaren versloegen vorige week directe concurrent Sportlust en kunnen nu bij een overwinning op Goes de titel binnenslepen. Nou zijn er wel wat voorwaarden aan dat kampioenschap verbonden. Het kan namelijk alleen maar als Sparta Nijkerk verliest en Sportlust 46 gelijk speelt. Het commentaar bij de beelden is van Hanni Varara. Taferelen bij een wedstrijd waarin de titel op het spel staat. Zei het dat FC Lisse afhankelijk is van de concurrentie. Maar er moet eerst gewoon zelf gewonnen worden. En hoe beter dan op deze manier op gang te worden gebracht. Terspekke staat letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam. Lisse ontvangt de nummer laatst. Goes, de ploeg die nog strijdt voor zijn laatste kans op handhaving. Maar Lisse won 4 keer op rij en verloor niet meer sinds 2 april. En dus is de ploeg van Raymond Bronckhorst natuurlijk torenhoog favoriet voor de titel in de derde divisie op zaterdag. Noordhof met de goed aangesneden hoekschop zoals hij dat kan. En David Verwij met de specialiteit van het huis. Koppen bij dode spelmomenten. De verdediger maakt zijn 8e van het seizoen. En nadert dus de dubbele cijfers die hij in het verleden voor SJC wel eens haalde. Ook toen veelvuldig trefzeker met het hoofd en hij wil het weten ook. FC Lisse leidt al vroeg in het duel, nog binnen 10 minuten. En zo is dat kleine beetje spanning wat er op de wedstrijd staat eigenlijk al vanaf. Kleibroek, Marengo, gaat voor de voorzet op het hoofd van Jaap Zwetsloot. En een waanzinnige redding van doelman Matthew Lentink. Hij houdt Goes op de been op die goede kopbal van Jaap Zwetsloot. Hij is dankbaar voor de voorzet van Marengo. Zij verheugen zich eigenlijk stiekem een beetje op een kampioensfeestje. Maar dan moet Sparta Nijkerk thuis verliezen van Harkemase Boys. En Sportlust gelijk spelen op bezoek bij Stedoco. En dan moet FC Lisse geen eigen doelpunten maken. Daar was Mitchell Boorman even dichtbij. Onder druk gezet door de gevaarlijke spits Francis Maningela. Het is een spaarzaam momentje van dreiging namens de bezoekers die worden teruggedrongen, dat mogen duidelijk zijn. Maar Rengo, goed schot. Hij heeft het gezien dat de hoek open lag. Maar opnieuw Red Lentink namens de Zeeuwse ploeg. Lisse gaat op jacht naar die tweede treffer om daarmee de beslissing nog voor de rust te forceren. Met Lucinio Marengo. Actie naar binnen, tegenstander glijdt uit. Marengo nu wel. Eerder mislukte het, nu is het heel vrij raak voor de voormalige vleugelspeler van onder andere ADO Den Haag. De actie is mooi, het schot nog mooier. En nu is Lentink dan toch echt geklopt en kan Marengo pas zijn tweede seizoenstreffer vieren. Dat heeft hij wel eens beter gedaan in het verleden. Maar 2-0 is de ruststand, daar is iedereen tevreden mee, vooral deze Raymond Bronckhorst. Die in de tweede helft dus langzaam wat kan gaan wisselen. Brengt Reggie Schaap en die geeft de voorzet op Enzo Stro. En zo slaagt ook de clubtopscorer erin om op het wedstrijdformulier te verschijnen als doelpuntenmaker. Dank gaat uit naar Schaap, zijn eerste sprint. Gekscherend het gebaar om hem alweer te wisselen. Stro maakt nummer 21 van het seizoen. En hier wordt nog altijd geduld en gevierd met deze doelpuntenmaker. Enzo Stro dus. Voelt zich als een vis in het water op Terspekke.
En omgekeerd is hij de gedroomde spits voor FC Lisse. Dat zo dichtbij een terugkeer in de tweede divisie is. En het nu gaat uitspelen tegen Goes in de slotfase. Met Jeffrey Kleibroek. Ook de vieze topscorer deelt mee in de feestvreugde. Hij maakt zijn 12e van het seizoen. Zet de aanval zelf op 1-2'tje. Met de topscorer Enzo Stro. En scoort dus zelf. Lisse heeft geen kind aan Goes. Doet zelf wat het moet doen. Is nog geen kampioen. Maar is er al wel heel dichtbij. Dat is natuurlijk alle reden tot een feestje. In Lisse gaan ze door tot in de late uurtjes. En dan kan de titel dinsdag zonder zelf te spelen worden binnengehaald. En anders woensdag in Harkema op bezoek bij de Friese Boys. Ja, een ruime overwinning, maar het levert nog geen kampioenschap op. Maar goed, dat komt vanzelf wel. Het zou bijvoorbeeld al aanstaande dinsdag kunnen als Sparta Nijkerk verliest van de amateurs van Ajax. Dan is Lisse gewoon zonder te spelen kampioen. Zo niet, dan moet Lisse woensdag winnen uit bij Harkemase Boys. Die titel die komt er dus wel. De vraag na afloop van die wedstrijd Lisse-Goes is of er ondanks al die mitsen en maren eigenlijk wel een soort kampioenspanning was bij Lisse. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we allemaal zo gefocust zijn dat elke wedstrijd hetzelfde is. En of nou kampioen kan worden of niet, gewoon volle bak beuk erin. Hoe heb je het dan beleefd? De aanloop, het vuurwerk vooraf, achteraf, alles wat erbij komt kijken? Ja, natuurlijk, dat is fantastisch, daar geniet je van. Daar doe je het ook voor. Dit zijn natuurlijk de wedstrijden waar je naar uitkijkt. Brengt extra spanning met je mee, misschien onbewust een beetje. Maar je geniet er extra van. Misschien dat het juist wel een stapje harder zet daardoor. Tot slot, dat kampioenschap gaat er komen. Dat weet inmiddels iedereen eigenlijk wel. Zeg het maar, dinsdag zonder te spelen, woensdag in Harkema of liever nog iets later thuis? Het allermooiste zijn thuis natuurlijk, maar we laten er geen gras over groeien. Dus woensdag gaan we alles erop gooien en laat die dinsdag dan maar schieten. En gewoon lekker zelf doen. En wat nou als het alsnog dinsdag wordt? Ja, dan moet ik van woensdag tot en met zaterdag vrij nemen, denk ik. Dan gaan we hier nog wel even door. FC Lisse wint dus met 4-0 van Goes. Dan Odin 59, VVSB 2-2. Terleden wint knap. Van Barendrecht. 3-2 wordt het in Sassenheim. Sparta Nijkerk, Harkemase Boys 4-1. En Stedoco en Sportlust 46 komen niet tot scoren. Hoek Excelsior 31, 2-1. ACV wint in eigen huis met 3-1 van VVOG. DVS 33 Ermelo tegen de amateurs van Ajax eindigt in 1-0. En tot slot Dovo Staphorst 2-1. Lisse op weg naar het kampioenschap met nog 3 wedstrijden te spelen. Voeren zij de ranglijst aan. Sparta Nijkerk volgt en Sportlust 46 is inmiddels uitgeschakeld. Kijken we naar onze andere regioclubs. Terlede vinden we terug op plaats nummer 10. 41 punten uit 31 wedstrijden. En VVSB, ze staan veilig met 37 punten uit 31 wedstrijden op de 13e plaats. Goes en VVOG, dat lijken de kinderen van de rekening te worden. Westlandia staat in de derde divisie zondag op een voorlaatste plaats. Dat betekent degradatie naar de hoofdklasse. Ze moeten nog wat punten bij elkaar sprokkelen in de komende 4 wedstrijden om aan het einde van de rit nog kans te maken op het spelen van na-competitie. De tegenstander vandaag in Naaldwijk is Jos Watergraafsmeer. Westlandia verloor vorige week met 3-2 van Dem. En dat onderbrak eigenlijk een lekkere reeks. Uit de laatste 4 wedstrijden 9 punten. Dan doe je weer even goede zaken. Maar de Naaldwijkers moeten nog wat stijgen. Dit is een goede mogelijkheid en meteen de goal. Desley Brandsen met de 1-0. Perfect weggestuurd natuurlijk. De keeper van de Amsterdammers, ja, die blijft staan. Die twijfelt wat. Naar voren, naar achteren. Brandsen met de voorsprong. En de bank van Westlandia, ja, die zit iets relaxter achterover. Jos Watergraafsmeer dan met de mogelijkheid. Karamboltje. Maar het geeft aan dat ze niet willen meewerken aan een Westlands feestje. De ploeg van Achterbergen speelt goed. Aardige mogelijkheid, goed schot van Brandsen. 1-0 nog altijd de stand met Westlandia, dat duidelijk beter is. Is dit geen hands? Nee, geen hands. Nou, dan is dit wel een overtreding.
Marquise tegen de vlakte gewerkt. Daar waar ik eerst nog twijfelde aan Hens. Nou, daar is geen sprake van. Maar deze zaag is duidelijk. Bal op 11 meter. Vlak voor rust. Marquise. Ja, die tart alle voetbalwetten. Want die wetten die zeggen, als jij degene bent waarop de overtreding gemaakt is, dan moet je die penalty niet zelf nemen. Hij doet het wel. En het is 2-0. Tweede helft. Met Jos Watergraafsmeer dat er fel uitkomt. Willen de huid zo duur mogelijk verkopen. Zo, dat is een mogelijkheid zeg. Wordt maar ternauwernood gemist door Tim de Jong. Dit is aardig gevoetbald van Esaias. Goochelaar, schot, redding, rebound, goal. Oeh, de aansluitingstreffer. Zijn we 8 minuten onderweg in de tweede helft. Plemper. Ja, Esaias met het voorbereidende werk. Het is allemaal prachtig, het is allemaal mooi. De redding in eerste instantie van Boom. En Plemper met de 2-1. En dan zal Westlandia misschien kunnen profiteren van de mogelijkheid. Ja, moet je dan zelf schieten, Marquise? Het is de vraag. Het blijft 2-1. Extra tijd. Oeh, met een gelukje komt hij voor een Amsterdams been. En dan met een ander gelukje zit hij erin. Wat is dit ongelofelijk zuur. Deze gelijkmaker van Floris Burgers in de extra tijd. Krijgt die bal met een gelukje. Bedenkt zich geen moment. Ja, ze vieren het alsof het kampioenschap binnen is. En wat zijn dit ongelofelijk zure druiven voor deze mannen. Westlandia, ze verliezen punten. 2-2 thuis tegen Jos. Ook het Haagse Kwik kwam vandaag in actie. 0-0 wordt het in eigen huis tegen Groene Sterren. Una Hollandia 3-4. ADO 20 wint met 4-1 van HC 21. Unitas Dongen 1-2. En Gemert verliest op eigen veld van Hoogland. De ploeg van Rick Hogendorp. Blauwgeel 38 tegen Dem 2-1. Os 1920 had er zin in tegen Hercules. Ze winnen met 6-1. En EVV tegen OFC 0-2. OFC is de nieuwe lijstaanvoerder in de derde divisie zondag. 56 punten uit 31 wedstrijden met Gemert nog in het kielzog op 1 puntje afstand. Kwik staat op plek nummer 8, 47 punten uit 31 wedstrijden. En Westlandia, ze spelen gelijk en daarmee zakken ze naar de laatste plaats. 29 uit 31, nog 3 wedstrijden te gaan in die derde divisie zondag. Ja, een volle uitzending met wat feestvreugde zit erop. Hoogtepunt natuurlijk die krankzinnige ontknoping rond het kampioenschap van Katwijk. Volgende week dan zijn we er weer, maar dinsdagavond kunt u al luisteren naar de eerste finale wedstrijd die ADO speelt voor een plek in de Eredivisie. Dinsdagavond vanaf 8 uur op Radio West. Excelsior tegen ADO Den Haag. Graag tot dan, voor nu mooie zondag nog.